Dus we gaan eventjes terug naar gisteren. Wat hadden we daar gezien? Well, we hebben eigenlijk de les van gisteren afgesloten met de normale verdeling op je rekentoestel. We hadden daar het voorbeeld van het IQ, iets dat typisch normaal verdeeld is. Heel veel van die testen zijn afgeklopt op een gemiddelde 100 standaardafwijking 5. Kan daar een normale verdeling bij voorstellen. En we hebben daar die grafiek even getekend. Hè. Herinner u die commando's, de normal PDF waarmee dat je tekent, de window-instellingen. Die uiteraard een beroep doen daar op de kennis die we hebben over die normale verdeling. Ja, herinner u drie standaardafwijkingen links-rechts van uw gemiddelde volstaan om de grafiek netjes in beeld te krijgen. Dan heb je een mooie symmetrische grafiek ook. En die I-max, weet je nog, dat was die formule 0,4 gedeeld door sigma, in dit geval 0,4 gedeeld door 5, levert u uw maximale x-waarde op bij benadering. Dus dan krijg je heel netjes die grafiek in beeld. Dat hadden we gedaan. We hebben ook wat kansberekening uitgevoerd. En daar zijn eigenlijk, ja, eigenlijk maar twee commando's die echt belangrijk zijn. Eerste commando is rechtstreekse kansberekening via normal CDF. Waarbij het belangrijk is om op te merken dat uw rekentoestel, ja, plus oneindig, dat je daar moet rekenen met 10 tot de macht 99. Dat is het grootst voorstelbare getal op uw rekentoestel. Voor de rest is daar weinig speciaal aan. Hè. Ik heb het hier even gedaan. Dus de syntax is lower bound, upper bound, gemiddelde standaardafwijking. Dan komt daar een percentage uit. Wil jij die oppervlakte zien? Dat kan. Ja, voor als je dat echt wilt. Dan kan dat via die shade-norm. In de praktijk ga ik dat nooit gebruiken. Ik stel mij die oppervlakte gewoon voor in mijn hoofd. Of ik teken dat zelf een keer op een klapblad. Als je dat echt nodig hebt. En de oefeningen gaan we dat ook doen. Maar eigenlijk ga ik dat op zich nooit gaan gebruiken. Maar ik heb het u toch een keer getoond, omdat het wel best mooi is uiteraard. De inverse kansberekening, dat is belangrijk. Daar waren we mee geëindigd, dacht ik. Dat is de omgekeerde vraagstelling. Dus in plaats van een kans te gaan berekenen, wil je eigenlijk gaan weten voor welke waarde, ja, voor welke x-waarde op de x-as dus eigenlijk, een bepaalde kans links wordt bereikt. Ja, te zeggen links wordt bereikt, wat bedoel ik daarmee? Een bepaalde kans links ligt, een bepaalde oppervlakte links ligt van die x-waarde. Het woord links is hier wel belangrijk, want uw rekentoestel heeft u eigenlijk, dus te zeggen, in mijn syntax, mijn rekentoestel, geeft mij alleen de mogelijkheid om met die linkerstaart te gaan rekenen. We gaan daar straks wel een keer oefenen. Maar dus ik wil dit soort vragen kunnen beantwoorden. Voor welke x is de kans dat x kleiner is dan x 88%? Ja. Dus dat betekent eigenlijk, als je dat ja, grafisch gaat voorstellen, dat we eigenlijk op zoek gaan naar deze x-waarde, die aan de linkerkant ja, 88% laat liggen. Zo zou je het kunnen uitdrukken. Ik heb het gisteren bijvoorbeeld ook via het complement uitgedrukt. Ik ga op zoek naar het minimale IQ dat je moet hebben om tot de 12% slimste mensen in de populatie te behoren. Zo zou je het bijvoorbeeld ook kunnen zeggen. Je kan het natuurlijk ook rechtstreeks zeggen door te gaan zeggen wat is het maximale IQ van ja, het grofweg 88% mensen die dan aan de linkerkant liggen, dus die minder begaafd zijn dan diegenen die aan de rechterkant. Enfin, het is allemaal een beetje soms moeilijk om het in woorden uit te drukken. Als je de tekening bij had, dan is het meestal heel duidelijk. Dit kan je berekenen met die inf-norm. Ja, dus dan moet je die 0,88, dat is het percentage dat je links laat liggen. Dat moet je eerst gaan invoeren, dan je gemiddelde en dan je standaardafwijking. En dan komt dat hier op blijkbaar 106 uit. De bedoeling is dat we dat eerst een beetje oefenen. Een beetje in de vingers krijgen. Probeer mee te doen. Hè. Dat is niet moeilijk. Ja, het is gewoon een kwestie van het een keer te doen. Dus stel dat we opnieuw we gaan werken met diezelfde normale verdeling. Dus het gaat over datzelfde IQ-verhaal. Wat willen we doen? We willen met onze GRM de kans berekenen dat x tussen 95 en 105 ligt. Met andere woorden, ik wil de kans berekenen dat ik een IQ heb tussen 95 en 105. Ja. Oké, met uw rekentoestel. Wat moeten we dan gebruiken? Is het normal CDF of is het inf-norm? Zoals ik zei, die shade-norm ga ik in de praktijk niet gaan gebruiken. Dus eigenlijk zijn er maar twee commando's. Wat denk je? Ja, dat is de CDF-berekening uiteraard. We gaan eigenlijk gewoon een rechtstreekse kansberekening gaan uitvoeren. Dus dat is ja, twee keer niet in mensen. Dat is normal CDF. Je kunt het een keer doen met uw rekentoestel als je wilt. Ofwel, ja, wacht je tot straks. Straks ga je mogen oefeningen maken gedurende een tijdje. Normal CDF. Lower bound, upper bound, dus 95-105, gemiddelde, standaardafwijking, je rekent dat uit. Je vindt 68%. Het is niet de eerste keer dat we dat getalletje tegenkomen, by the way. Ja. Straks meer daarover, maar dat getalletje, 68%, kan ik bijvoorbeeld herinneren, gisteren, als we het histogram hebben omgezet in de normale verdeling, dat we ook op die 68% zijn gestoten. Dus blijkbaar is dat een belangrijk getal, daar komen we later op terug. Grafische illustratie, ik denk niet dat ik dat hier opgenomen heb. Ja, toch wel. Kijk, ja, ik was het al vergeten.
Maar dat is dus eigenlijk wat er gebeurt. Hè. Dus eigenlijk heb je die 100. Hè. We wijken één standaardafwijking af. Dus we gaan tot aan onze buigpunten. Herinner u, wiskundig, dat zijn de buigpunten in uw kromme. En dan is de oppervlakte die daar ligt eigenlijk 68%. Als je weet dat de oppervlakte onder de volledige kromme net 100% is, dan staat daar 68%. Zo moet je dat interpreteren, uiteraard. Oké? Nog een kleintje doen. Weer dezelfde verdeling. Iets moeilijker, bepaal voor de gegeven stochastische variabelen tussen welke waarden de middelste 60% liggen. Nu moet je even nadenken. Wat bedoelen we daarmee? De middelste 60%. Lijkt dit u een verhaal van normal CDF-rechtstreekse kansberekening of lijkt u dat een verhaal van infnorm? Dat is de eerste vraag die je moet zien te beantwoorden. Hoe moet je dit bekijken? Infnorm, inderdaad. Ja, want we gaan eigenlijk op zoek naar de waarden. De middelste 60% liggen. Dus dat wil zeggen, uw oppervlakte is gegeven, namelijk 60%. En je wil gaan kijken, wat bevindt zich dan op de x-as? Zo kan je begrijpen waarom je moet die infnormfunctie gaan toepassen. Nu, we zitten een klein beetje met een probleem, omdat we dat niet rechtstreeks kunnen gaan doen via die infnorm. Je kunt je rekentoestel erbij nemen, maar je zult zien, als je die infnorm opent, dat dat normaal gezien een commando is, waarbij je alleen één getalletje kunt opgeven. Bij mij is dat zo, bij jullie denk ik ook. En dat is namelijk het getal dat altijd aan de linkerkant ligt. Dat is wel een probleem, want ik heb hier de centrale waarde gegeven. Hoe zou ik dat probleem kunnen oplossen? Heeft iemand daar een voorbeeld? Dus ik heb hier even de tekening gemaakt. Hè. Eerst voor 20%, dan voor 80% en dan die van elkaar aftrekken. Oké. Maar even nadenken. Hè. Dus inderdaad, ik denk dat je goed aan het redeneren bent, Robbe. 60%, dat wil zeggen dat we 40% overhouden in de staart. Ja, omwille van complement. 60% centraal, 40% in de staart. Door de symmetrie betekent dat 20% in elke staart. Juist. Dus dat wil zeggen, als ik bijvoorbeeld die eerste waarde wil berekenen, dat ik eigenlijk daar, ik heb die oppervlakte toegevoegd, dat ik eigenlijk kan zeggen van die waarde die ik zoek, die komt eigenlijk overeen met de x die ervoor zorgt dat er aan de linkerkant 20% blijft liggen. Dus ik kan die makkelijk via die infnormfunctie gaan berekenen. De waarde die rechts ligt, dat zie je, dat is die tweede verticale lijn die ik heb toegevoegd, die rode lijn, ja, die kan ik dan vinden door te gaan zeggen van ik zoek eigenlijk de waarde die 80% links laat liggen. Dus belangrijk is dat je bij dit soort opgaven, denk ik, een tekeningsje maakt om een keer te gaan zien van oké, als ik in de midden 60% wil hebben, wat betekent dat voor mijn linkse waarde en oppervlakte uitgedrukt? De ene keer is dat 20%, de andere keer is dat 80%. Of, by the way, wat je ook kan doen uiteraard, is zeggen van, ik bereken alleen de linkerwaarde, ja, de linker rode lijn, die waarde ga ik gaan berekenen. Dus voor welke waarde laten we 20% links leggen? En ik ga met symmetrie aan de slag. En door middel van symmetrie kan ik uiteraard ook die rechte lijn gaan berekenen. Want je merkt uiteraard op dat die grafieken perfect symmetrisch zijn. Zie je dat? Dus eigenlijk heb je grofweg twee berekeningen te doen. Infnorm 20% links bij gemiddelde 100, standaardafwijking 5, dat blijkt ongeveer 96 te zijn. Ja, en eigenlijk ben je nu, hè. Wie kan mij zeggen, zonder al te veel te rekenen, wat de bovenste waarde zal zijn? Afgerond. Gebruik de symmetrie in je tekening. Hoeveel zou het? Ja, 100 en 4 uiteraard. Hè. Als we 4 onder de 100 zetten aan de linkerkant, dan gaan we moeten, omwille van de symmetrie, 4 boven de 100 liggen aan de rechterkant. Ofwel breek je in het norm 80%, 0,805 en je vindt hetzelfde resultaat. Snap je? Dus met andere woorden, hè, we zijn er. We vinden een interval gelegen tussen de 96 en de 104. Snap je? Dus op zich is dat niet zo lastig. Oké. Je voelt aan, er zijn een aantal waarden die belangrijk zijn. Een van die waarden hebben we al ontmoet, dat was die 68%. Dus de volgende tabel die hier staat, dat is op pagina 42 in je cursus, bij mij hier dia 51, is een superbelangrijke tabel. En de waarden die hier staan, die ga je ook moeten van buiten kennen. Dat is belangrijk. Dat is een soort van vuistregeltje, een praktische regel die altijd geldt voor normale verdelingen. Wat hebben we al onderzocht? In de vorige oefening, 1... Ja, op de vorige slide, hadden we de afwijking gedaan ten opzichte van het gemiddelde, één standaardafwijking. Dus we hadden berekend hoeveel procent heeft een IQ-waarde gelegen tussen de 95 en de 105. En dat was die alomgekende 68%. Maar kop, je kunt dat met je rekentoestel ook berekenen. Ja, ik heb dat iedere keer gedaan.
Bijvoorbeeld als je met je rekentoestel, we hebben het nog niet vertaald, als je gewoon normal CDF min 1-1 uitdrukt, ja, ja, dan heb je eigenlijk geen gemiddelde en standaardafwijking opgegeven. Maar dan gaat je rekentoestel ervan uit dat je werkt met wat we noemen de standaard normale verdeling. Dat wil zeggen gemiddelde 0, standaardafwijking 1. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik dat doe, voor dit voorbeeld, dus als je eentje afwijkt ten opzichte van je gemiddelde, dan ga je van min 1 tot 1, hè, dat klopt. Maar dan zal je ook, test het maar met je rekentoestel, die 68% terugvinden. Dus dat is een getal dat je moet kennen. Weten ten opzichte van je gemiddelde 1 standaardafwijking afwijken, dan overdek je 68% van je populatie. Zo zou je dat kunnen zeggen. Hè. Dan heb je 68% van je populatie beet, zou je kunnen zeggen. Als je 1 standaardafwijking afwijkt. Wijk je 2 standaardafwijkingen af, dan ga je dubbel zo ver. Ja, dus dan ga je natuurlijk veel meer in je populatie beet hebben. Je kan dat met je rekentoestel berekenen. Normaal CDF min 2,2. Ja. En dat blijkt ongeveer, het is een afronding, 95% te zijn. Ja, dus dat tweede getalletje dat je moet onthouden, dat is die 95. Ja, en die waarden die heb je nodig in de oefeningen. Dus onthoud, 1 standaardafwijking afwijken, 68% overdekt. 2 afwijken, 95% overdekt. Tot slot, 3 standaardafwijkingen afwijken ten opzichte van het gemiddelde. Herinner u dat we toen gezegd hadden, we hebben bijna de volledige kromme in beeld. Ik heb wel gezegd bijna. Wel, hè, het is echt wel bijna, want het is 99,7%. Dus daar nemen we 1 cijfer naar de komma mee. Logisch, want als je zou afronden, zou je 100 hebben. Dat is niet de bedoeling. Dus ja, we gaan daar moeten een cijfer naar de komma mee nemen. 99,7%. Dus wat je moet kennen, dat zijn die 3 getalletjes, die 68, 95, 99,7 regel, zo noemt men dat, is de typische regel die van toepassing is bij een normale verdeling. Dus dat moet je hè, studeren, moet je zorgen dat je dat in je koppen hebt, want je hebt dat nodig tijdens de oefeningen. Nu, je kan het ook omkeren. Je kunt ook zeggen van, ja, nu heb ik gezegd van, ik ga gehele waarden van standaardafwijkingen afwijken, namelijk 1, 2, 3. Ja, 1 min 1, 2 min 2, 3 min 3. En ik zoek hoeveel procent overdek ik. Maar wat je ook kan doen, is zeggen van, ja, ik wil een bepaald percentage overdekken. Bijvoorbeeld, ik wil 90% overdekken, centraal. Dan kun je u de vraag stellen, hoeveel moet ik afwijken? Ja, hoeveel moet ik afwijken ten opzichte van mijn gemiddelde om 90% te overdekken? Nu, we kunnen dat wel een beetje inschatten. Hè. Bijvoorbeeld, wat zie ik? Ik zie hier nog in mijn vorige rode cijfers hier. Als ik 95% wil overdekken, dan moet ik blijkbaar 2 standaardafwijkingen afwijken. Wil ik maar 90% overdekken, dan moet ik dus iets minder dan 2 standaardafwijkingen afwijken. Logisch, hè? Wel, dat getalletje kan je berekenen met infnorm. Hoe doe je dat? Dat is niet zo moeilijk. Denk een keer na, als je 90% centraal wilt, dan heb je 10% over in de staarten. Ja. 10% over in de staarten, die zijn symmetrisch. Dat betekent 5% over in elke staart. Oké. Okay. Dus wil je bijvoorbeeld weten welke waarde heb ik aan de rechterkant, dan moet je 95% links laten liggen. Dus vandaar het commando infnorm 0,95. Als je daar moeite mee hebt, dan moet je dan een keer tekenen, hè, mensen. 90% centraal, 10% in de staarten, 5% in elke staart. Wil je de waarde rechts, moet je 95% links laten liggen. Infnorm 0,95. Welke waarde is dat? Hoeveel standaardafwijkingen moeten we afwijken? Wel, blijkbaar is dat 1,64. Je moet 1,64 standaardafwijkingen afwijken. Die waarde moet je niet van buiten leren. Ja? Ik ga straks tonen, je kunt dat dan met een fluo aanduiden in je tabel, welke waarden dat je moet van buiten kennen. Die bijvoorbeeld niet. Die heb je in de praktijk, maar ga je die niet vaak nodig hebben. De volgende wel. Wil je 95% overdekken? Dat is er eentje die ik eruit neem, omdat die zo belangrijk is. Ja, dan hoor ik u denken, ja, maar die staat toch in die tabel? Die staat erboven. Er staat toch erboven? Ah, dan moeten we 2 standaardafwijkingen afwijken. Ja, oké, dat is waar. Maar in de praktijk, in de oefeningen, in het laatste onderdeel, als het gaat over betrouwbaarheidsintervallen, gaan we daar toch een andere waarde op plakken. Gaan we dat iets meer nauwkeuriger proberen te zijn, dan gaan we zeggen 1,96. Dus 1,96 standaardafwijkingen afwijken levert mij een overdekking van 95%. Ja, dus die waarde die gaan we ook opslaan, die gaan we als belangrijk beschouwen. De laatste waarde is weer niet belangrijk, dus die 2,58. Ja, die is niet belangrijk, die moet niet van buiten leren. Hopelijk snap je wel dat hoe meer oppervlakte je wil overdekken, hoe groter dat interval wordt, hè.
is nogal evident. Hè? Hoe meer dat je moet afwijken van je gemiddelde om dat te bekomen. Dus we duiden even aan wat we moeten onthouden. Hè? Eigenlijk die, hè? Daar komt het op neer. Ja. Dan kunt u de vraag stellen, ja meneer, wanneer gaan we moeten rekenen met die 2 standaardafwijkingen en wanneer gaan we moeten rekenen met die 1,96 standaardafwijkingen? Want eigenlijk staan er 2 verschillende waarden voor 95% in deze tabel. Dat zal duidelijk worden. Hè. Kortweg gezegd, als we het gaan hebben, hier mag je eigenlijk bijschrijven bij die laatste, hier, dus die 1,96. Daar hebben we nodig bij wat we gaan noemen betrouwbaarheidsintervallen. Voorlopig hebben we dat nog niet gezien. Maar als we gaan spreken over betrouwbaarheidsintervallen, dat komt eraan, dat zal waarschijnlijk voor de les van donderdag zijn, ja, dan gaan we die waarde, die 1,96, nodig hebben. Die 2 die daar staat, de afronding ervan, die gaan we nodig hebben tijdens de gewone oefeningen over normale verdeling. Ja, dus dat zal ook wel duidelijk zijn uit de opgave welke je precies moet gebruiken. Maar dus die 4 rijtjes, die zou je kunnen zeggen, die zijn toch wel belangrijk in wat komen gaat, in wat oefeningen en wat we gaan doen met de oefeningen. Duidelijk, die getalletjes? We gaan een keer proberen. Hè. Dus waar gaan we het nu eigenlijk over hebben? Wij gaan eigenlijk oefeningen maken, straks, hè, waarin dat vooral die eerste 3, dus die 68, 95, 99,7 regel aan bod komt. Hè. Dat is de bedoeling. Te kennen, voilà, staat er nog een keer bij. Dus ik heb het hier nog een keer samengevat. 68, 95, 99,7. Misschien moet je een kleine aanpassing doen in je cursus, mensen. Als je een keer goed kijkt, pagina 43, denk ik, bovenaan staat dit ook. Maar je zal zien dat ik daar iedere keer nog een cijfertje naar de comma heb meegenomen. Dat hoef je niet te doen in de oefeningen. Dus je mag echt afronden op 68%, 95%. Dus je mag dat cijfer naar de comma daar schrappen. Behalve daar, 99,7. Ja, logischerwijs moet je die gaan meenemen, anders is het 100. Hè, en dat willen we niet. Dus vandaar, je mag daar 1 cijfertje naar de comma schrappen bij die 68 en die 95. Dus in de praktijk is het eigenlijk deze regel die we gaan gebruiken. Oké, bijna de oefeningen. Nog 1... belangrijke eigenschap, we hebben het er al over gehad, daar straks. Hè. Ik had u gezegd, van er bestaat zoiets als de standaard normale verdeling. Nu, wat is de standaard normale verdeling? Dat is eigenlijk een normale verdeling waarbij uw gemiddelde 0 is en uw standaardafwijking 1. En ja, jullie hebben wiskundige kennis genoeg om te weten dat dat eigenlijk gewoon een kwestie is van transformaties. Hè. Je kan elke willekeurige normale verdeling met een willekeurig gemiddelde en standaardafwijking, kan je via de juiste transformaties herleiden tot deze standaard normale verdeling. Nu, wat zijn die transformaties? Wel, uiteraard ga je moeten verschuiven. Ja, je moet dat gemiddelde 0 maken. Dus je moet alles mu naar links verschuiven. Dus een horizontale verschuiving over de vector min mu 0. Ja. Wat zit daar nog in? Een horizontale uittrekking. Want je zal er moeten voor zorgen dat uw standaardafwijking, die nu sigma is, dat die 1 wordt. Dus we gaan een horizontale uittrekking doen met factor 1 over sigma, om ervoor te zorgen dat die standaardafwijking in plaats van sigma, dat die 1 wordt. We gaan alles delen door sigma. En natuurlijk, waar we ook nog moeten voor zorgen, is dat de oppervlakte onder de kromme 1 blijft. Dat is wel de bedoeling. Dus als ik alleen zou horizontaal uittrekken, dan zou die oppervlakte kleiner worden. Dus ik moet dat gaan herstellen. En hoe doe ik dat? Ja, uiteraard door een verticale uittrekking te doen met factor sigma. Ja. Die transformaties moet je niet van buiten leren, mensen. Dat is niet zo belangrijk. Maar ik hoop dat je wel begrijpt dat daar eigenlijk een wiskundige achtergrond achter zit. Hè. Dat je eigenlijk, ja, door middel van de eenvoudige wiskundige transformaties die we kennen, hè, uittrekken, verschuiven en dergelijke meer, ja, dat we erin slagen om dat gemiddelde 0 te maken aan die standaardafwijking 1. Ja. We krijgen dan een overgang naar een standaard normale verdeling die typisch wordt genoteerd met die hoofdletter z. Ja. En de waarden die die z kan aannemen, noemen we de z-scores. Dat klinkt ook een beetje raar. Ja, ik heb u al gezegd, het taalgebruik in dit soort leerstof is zeer typisch. Hè. Denk aan gebeurtenissen, denk aan complementregelen en dergelijke meer. Dat zijn dingen die je in dagelijks leven niet gaat gebruiken. Dat is hier nog zo'n voorbeeld, een z-score. Ja, in statistiek weet iedereen wat je bedoelt. Ja, je bedoelt daarmee de scores die gekoppeld zijn of die afkomstig zijn uit een standaard normale verdeling. Nu, wat is belangrijk voor ons? Die transformaties moeten we niet onthouden, dat is niet belangrijk. Maar belangrijk is wel, hoe doe je dat met je scores? Dus hoe zet je die scores in elkaar om? En daar hebben we eigenlijk staan. Wat moeten we doen? Wel, we moeten onze x min mu gaan doen en delen door sigma. Daar komt het op neer. En zo vinden we de z-scores z. Dus eigenlijk het verband tussen een willekeurige normale score die x genoteerd is
En een standaard normale score, die z-genoteerd is, die formule, ja, die ga je wel nodig hebben. X min mu gedeeld door sigma. Of als je het inverteert, als je het anders schrijft, kan je ook schrijven x is gelijk aan mu plus z maal sigma. Dat klopt inderdaad. Hè. Als je de eerste vergelijking omrekent naar x, dan vind je mu plus z maal sigma. Hoe moet je dat interpreteren? Dat is interessant. En dat zie je vooral hier in die tweede formule. Eigenlijk zegt die z mij, als je goed kijkt, die z leert mij hoeveel standaardafwijkingen de score x afwijkt van het gemiddelde. Eigenlijk is dat de betekenis van die z-score. Ja, dus voilà, ik heb daar een voorbeeldje staan. Dus een z-score 2. Ja, stel u voor dat z gelijk is aan 2. Ja, wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat uw observatie x, dat die eigenlijk 2 standaardafwijkingen boven het gemiddelde ligt. Juist, hè? Moet dat maar een keer doen. Vervang in deze gelijkheid uw z door 2. En dan zie je staan dat x, dus de bijhorende score bij x, dat dat gelijk is aan mu plus 2 keer z. Dus concreet, wat betekent dat? Dat betekent dat eigenlijk die score x, dat die 2 standaardafwijkingen boven het gemiddelde ligt. Een z-score min 1 betekent bijvoorbeeld dat uw observatie x 1 standaardafwijking onder het gemiddelde ligt. Ja, dus in die zin hè, is dat ook de betekenis van die z-score. En dat zal nuttig zijn. Je zult dat zien in de oefeningen, gaat dat nuttig zijn. Dat zal vooral nuttig zijn om verschillende normale verdelingen met elkaar te vergelijken. Ja, dan wordt die z-score interessant. Want dat is juist het doel. Hè. Je hebt een eerste normale verdeling, je hebt een tweede normale verdeling. Ja, die hebben elk een gemiddelde en een standaardafwijking. Dat kan verschillend zijn. Stel je nu voor dat je die twee normale verdelingen met elkaar wilt vergelijken. Je wil gaan onderzoeken of een bepaalde observatie uitzonderlijk is in de ene verdeling of misschien niet uitzonderlijk in de andere verdeling. Ja, dan ga je letterlijk appels met peren vergelijken. Hè. Hoe los je dat probleem op? Wel, door ze allebei te standaardiseren. Je maakt er een standaard normale verdeling van. Dat betekent het gemiddelde wordt 0 en de standaardafwijking wordt 1. En dan, aan de hand van de z-scores, kan je ze met elkaar vergelijken. Want je hebt eigenlijk die twee verdelingen naar één en dezelfde verdeling teruggebracht. Dat is het idee dat achter die standaard normale verdeling zit. Snap je? Nu, als dat nog niet helemaal duidelijk is, straks heb ik een paar oefeningen die dat heel mooi duidelijk gaan maken van hoe je daar precies mee moet redeneren. Oké, ik denk dat het tijd is om een keer oefeningen te maken. Hè. De bedoeling is dat we een keer eentje samen gaan doen, maar dat jullie dan ook, hè, gedurende een bepaalde tijdsperiode, een keer zelf kunnen gaan proberen. De eerste oefeningen die zijn echt super eenvoudig, mensen. Dus probeer mee te doen. Dat is gewoon een rekentoestel bij u. En iedere keer dezelfde vraag gaan stellen. Heb ik de normal CDF nodig? Of heb ik hier eigenlijk die infnorm nodig? En dan moet je die infnorm vooral op de juiste manier proberen te gebruiken. Ça va? Een keer proberen? Ah, de eerste is eenvoudig. Wat hebben we? Typisch iets dat normaal verdeeld is. Het is te zeggen, mensen, bij benadering normaal verdeeld. Dat is niet perfect normaal verdeeld, maar je kan het wel bij benadering normaal verdeeld noemen. En zijn de scores op een Vlaamse wiskundige olympiade. Ja. Van een bepaalde jaargang, hè, die cijfers die zijn redelijk correct. Gemiddelde 72, standaardafwijking 19,55. Dus dat kan wel. Merk op, ja. Iemand die mij kan zeggen wat de maximumscore is die je kan halen op de Vlaamse wiskundige olympiade. Weet jullie dat? Zeer goed, 150. Dus er is wel iets opvallends. Wat is er opvallend aan die resultaten? Aan de andere kant niet zo onlogisch, hoor. Wat is er opvallend aan die resultaten? Het gemiddelde is een tekort. Ja, zeer goed. Ja, dat klopt, hè. Het gemiddelde is een tekort. Dat is typisch, hoor. Het is maar heel zelden dat het gemiddelde een voldoende is. Dus men, eigenlijk probeert men dat af te kloppen op 50%, hè. Dat is eigenlijk hetgeen dat we hem proberen te doen. Het gemiddelde zou moeten 50 zijn, met een standaardafwijking van rond de 20. Dat zou moeten het idee zijn. Ja. Nu, stel u voor, ik heb nu een jaargang, gemiddelde 72, standaardafwijking 19,55. Ik wil weten hoeveel procent van de deelnemers scoorde 97 of meer. Kom aan, reken uit, post uw antwoord in de chat. Dat mag meteen een percentage zijn. Hè. Rond het misschien af, uw percentage, op twee cijfers naar de comma bijvoorbeeld. Hier moet je uiteraard je rekentoestel voor gebruiken. Hè. Hoeveel procent scoort 97 of meer? Kan je niet uit het hoofd. Probeer een keer met je rekentoestel te weten te komen over hoeveel procent dat gaat. Er wordt
bevestigt dat dat ongeveer 10% is, ja, dan heb je het gewoon afgerond op 1% nauwkeurig. Ik had eigenlijk gevraagd. Ik had waarschijnlijk in de modeloplossingen afgerond op 2 cijfers naar een comma. Maar goed, het staat er niet bij hier. Hè. Dus je kan het niet weten. Dus ja, nee, ik heb trouwens ook gewoon afgerond op 1%. Sorry. Dus inderdaad, normal CDF 97, 10 tot de macht 99, gemiddelde standaardafwijking in hier. En gedaan. Dit is zo, dat is basic, hè, mensen. Dat moet je zeker kunnen. Iets moeilijker is B, alhoewel. Welke score moet men eisen als men de beste 12% van de deelnemers tot de halve finale wil toelaten? Iemand die dat weet toevallig. Die score waar we naar op zoek zijn. Hoe noemen we dat? Die score waar we naar op zoek zijn. Dat heeft een naam. Ja, de césuur. Inderdaad, we noemen dat de césuur. Is dat nu 12%? Goh, is dat nu 10%? Ik vermoed dat het eigenlijk meestal 10% is. Ja, maar goed, het kan 12% ook zijn. Ik weet er niet van buiten. Ik ben geen organisator van de Vlaamse Wiskunde-Olympiade. Maar dit is de manier waarop men dat doet. Hè. Dat is dus ook de reden waarom uw césuur er elk jaar anders uitziet. Er zijn soms leerlingen die zich afvragen. Allee meneer, kunnen jullie niet gewoon zeggen de césuur is 105 voor elke jaargang? Nee. Ah, nee. Want stel je voor dat je een makkelijke jaargang hebt, dan zou het kunnen gebruiken dat je met een césuur van 105 veel te veel volk naar de halve finale stuurt. Dat dat niet wilt. Terwijl omgekeerd, als je een heel moeilijke jaargang zou hebben, waarbij de scores zeer laag liggen, dan zou het kunnen zijn dat je met een césuur van 105 veel te weinig volk naar de halve finale stuurt. Snappen jullie dat? Dat die césuur dat die afhangt van de moeilijkheidsgraad van uw jaargang. En dit is natuurlijk wat je op die manier oplost. Hè. Je kan wel vooraf gaan instellen van we gaan er eigenlijk voor zorgen dat we rond de 10-12%, dat hangt een beetje af van het aantal deelnemers, hè. Maar rond de 10-12% laten we doorgaan, ja, dan is dat cijfer eigenlijk iedere keer verschillend. Die césuur is elke jaargang verschillend, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van je jaar. Oké, dus dan snap je dat ook weer. Hè. Dat is wel handig, vind ik. Hoe doen we dat? Je mag meteen, wat mij betreft, die score posten. Wat bekomen we? Wat is de césuur in deze jaargang? Die zal vrij laag liggen, hoor. Vermoed ik, als ik het zo bekijk. Waarom? Omdat mijn gemiddelde zo laag ligt. Ja. Er is een getalletje gepost. Een keer kijken, dat wordt bevestigd. 95, dat is laag, hè. Ja, normaal gezien ligt die césuur wel iets hoger. Natuurlijk, een beetje te verwachten hier, waarom dat die gemiddelde natuurlijk ook zo laag ligt. Ja, het moest dat gemiddelde 75 zijn, zodat dat weer een heel ander verschil zijn, uiteraard. Ja. Dus infnorm, ja, 0,88, hè. Dat hebben we al gedaan. Hè. Weet je nog, met die Q, het waren juist dezelfde cijfertjes. Dus in die zin moet het zeker bekend klinken. Als je de beste 12% betekent 88% links laten liggen. Dus ja, dat komt inderdaad neer op een césuur van 95. Snap je? Ja, dus ik vind het mooi om het te laten zien hoe dat dan wordt berekend. Hè. Hoe dat men dit effectief in de praktijk gaat doen. Hè. Wel op deze manier. Oké, proberen. De eerste. Hoeveel procent is bruikbaar? Eindantwoord in de chat. Wie probeert? Ja, dat ziet er alle drie hetzelfde getalletje uit. Dat klopt ook. Ja, 89%. Ja, belangrijk, het enige dat je moet zien is dat als er staat van niet meer dan 0,008 centimeter afwijkt, dan kan dat langs de twee kanten. Hè? Dus die symmetrie moet je zien, hè? Dat is belangrijk wel. Hè? Afwijken, dat kan te weinig zijn of kan te veel zijn. Hè? Ja. Dit is wat je hier leest, is een typische toepassing van normale verdeling. Hè? Dat is maar alles zo. Hè? Dan ga je het nu over kogeltjes voor kogellagers. Maar ik geef je een voorbeeld, als dat gaat over pakken suiker die je vult, staat daarop 1 kilogram. Maar er is geen ene pak die juist 1 kilogram weegt. Hè? Geen ene. Hè? Het zit daar altijd een foutenmarge op. Lijkt me logisch. Dus dat is iets dat ook de machines uiteraard bijhouden. Hè? En bekijken van, ja, hoe groot die foutenmarge mag uiteraard niet te groot zijn. Hè? Anders gezegd, die standaardafwijking mag eigenlijk niet te groot zijn. Snap je? Dat is het idee. Oké, oefening 3.
Ja, nu heb ik twee verschillende antwoorden. Ik heb gelezen 0,02 en 0,16. Er wordt nog een keer 0,16 gezegd en nog een keer, dus ik vermoed dat 0,16 zal zijn. Ja, en dat klopt ook, inderdaad. Dus normaal CDF tussen 0 en 1, hè. Ja, soms zitten leerlingen soms te zoeken van, allee, welke waarde moet je nemen? Maar ja, als ze onder de garantie vervangen moeten worden, dat betekent dat ze minder dan een jaar zijn meegegaan. Daar komt het op neer. Ze zijn minder dan een jaar meegegaan, dus 0,16% moet vervangen worden. Dat is eigenlijk niet meer realistisch, want elk elektronisch apparaat heeft een minimum wettelijke garantie van 2 jaar trouwens. Ik zou dat eigenlijk moeten aanpassen. Je kunt geen apparaat verkopen die 1 jaar garantie hebben. Dus leuk wist je dat je. Ik heb er nog iets anders bij geleerd ook, deze les. Oké, dat is ook niet zo moeilijk, denk ik. Oefening 4. Ik zie dat al 2 keer verschijnen, 3e keer. Dus dat lijkt mij correct, hè. Het zou moeten zijn tussen de 66,41 en de 71,59. Klopt dat? 70% centraal houden, 30% hou je over, 15% aan elke kant en zo ben je aan het rekenen, hè. Dat is de goede manier om het te doen via de infnorm. Ja, dat is het verschil. Dus je ziet, hè, af en toe heb je die infnorm nodig, af en toe heb je uiteraard heb je die normal CDF nodig. Ça va? Tot hier? Dat gaat vrij vlot aan mensen. We hebben toch veel moeilijkere dingen gemaakt dan dit, hè? In dit hoofdstuk, denk ik. Natuurlijk, er zijn wel nog wat pittere oefeningen die komen. Oefening 5 ga ik niet doen, dacht ik. Moet je maar een keer thuis proberen. Het is niet zo moeilijk, hè? De oplossingen hiervan staan ook al op SmartScore, trouwens, hè? We hebben ze nu ook wel gezien in de les, maar goed. Je zult ook zien, als je nog een keer wilt kijken, bijvoorbeeld die oefening 5, die ga ik nu overslaan. Maar je kunt ze een keer thuis maken, of heb je ze misschien gemaakt, dan kun je een keer kijken van, wat heb ik daarvan gemaakt, hè? Ik denk bij 5 dat je wel een kleine onbekende zult nodig hebben. Hè? Dat je ja, ergens met een x moet werken en uiteindelijk een eerste graadsvergelijking moet oplossen. Maar een keer proberen. Nu, ik wil het hebben over 6. Belangrijke oefening. Ja, lees ik die opgave. Over wat gaat dat? Over welk fenomeen gaat dat, waar ik daar straks iets over heb verteld? Weet je dat nog? Ik heb daar straks iets verteld. Ik heb gezegd, in de oefening ga ik erop terug. Keren. Over wat zou dat gaan? Een theoretisch concept daar straks. Het gaat uiteraard over normale verdeling. Ja, uiteraard. Het gaat al 3 lessen over normale verdeling. Dat is waar. Nee, het gaat niet over betrouwbaarheidsintervallen. Nee. Maar wel over de z-score. Ja, Jasper. Weet je nog, toen ik zei van, ja, appels met peren vergelijken. Dat gaat niet. Dat gaat niet, je moet alles kunnen herleiden. We gaan even kijken, hè. Dus waarover gaat dat nu? Nu ga je dat goed snappen, denk ik. Dus in klas A, veronderstelscores zijn normaal verdeeld bij benadering weer. Ja, dat klopt eigenlijk niet helemaal. Je kunt niet zeggen dat de scores op een toets normaal verdeeld zijn. Eigenlijk kun je dat niet zeggen, hè. Iemand die dat zou kunnen uitleggen waarom? Waarom is dat eigenlijk niet juist? Leuke vraag, hoor. Waarom kan je eigenlijk niet zeggen dat de scores op een toets normaal verdeeld zijn? Wij kunnen dat niet doen. Uitschieters. Dat is niet de reden. Dat is niet de reden. Dat zou kunnen zijn dat je een verdeling hebt die niet normaal is en een klas dat zou kunnen. Maar stel nu dat je zelfs een verdeling hebt die bij benadering normaal is, dan moet je eigenlijk nooit zeggen ze is normaal verdeeld. Want denk ik na, normale verdeling, over welk soort variabelen gaat dat? Over welk soort variabelen gaat dat? Dat is een stochastische variabele, maar die heeft een heel bepaalde eigenschap als je spreekt over normale verdelingen. Is niet oneindig. Ja. Dus eigenlijk denk dat je bedoelt van, en denk dat je dat bedoelt, Cas, van in principe als je spreekt over normale verdeling, spreek je over continue verdeling. Ja? Continue verdeling. Dat wil zeggen dat in principe elke score, maar elke score, als dat op 10 is, kan aangenomen worden. Dus ook pi op 10, dat kan. Dat is natuurlijk in de praktijk niet voldaan, hè? Snap je? Dus het is heel vaak zo dat normale verdelingen gaan gebruikt worden als benaderingen van de realiteit. Ik gaf je het voorbeeld van mijn pakken suiker. Dat is wel bij benadering normaal verdeeld, denk ik. Maar ook daar zou je kunnen redeneren,
Ja, ook dat is eigenlijk niet helemaal juist, snap je? Dus het is altijd, moet je altijd een beetje een korrelje zout nemen en zeggen van, als je ziet staan, de scores zijn normaal verdeeld, moet je eigenlijk redeneren van, kom, bij benadering, normaal verdeeld. Maar goed, dat is ook weer een wistje datje, hè? Als je de puntjes op de i wilt zetten, dan moet je daar allemaal rekening mee houden. Nu, stel u voor, we gaan even proberen te redeneren, ongeveer normaal verdeeld. In de eerste klas is dat gemiddelde 6, standaardafwijking 2. Ja? In de tweede klas is dat gemiddelde 6,5, standaardafwijking een halfje. Dus dat is toch wel iets anders. Dat gemiddelde is verschillend en die standaardafwijking is verschillend. Die standaardafwijking is zelfs zeer afwijkend. Jeroen zit in klas A en haalt 8 op 10 en Dieter zit in de andere klas en haalt evenveel. Maar is dat dan echt evenveel? Ja. Of is het ene resultaat wel een pak straffer dan het andere? Leg uit. Er wordt beweerd, van Dieter is het uitzonderlijker. Waarom is dat van Dieter uitzonderlijk? Zou je dat kunnen uitleggen, iemand die probeert? Je hebt gelijk, dacht ik. Van Dieter is het uitzonderlijker. Maar waarom? Ah, oké. Cas, je hebt er waarschijnlijk een rekentoestel bij genomen, vermoed ik. Met rekentoestel, Cas, gedaan, vermoed ik. Nee? Ah. Oké, dan heb je het zonder gedaan. Dat kan ook zijn. En dat kan in dit geval inderdaad, denk ik, standaardafwijking geteld. Oké, prima. Ja. We gaan een keer kijken. Heel goed, Cas. Hè? We gaan een keer kijken. Hè? Ik heb twee tekeningen gemaakt, denk ik. Om dat heel duidelijk samen te vatten. Kijk, klas A ziet er zo uit. Laat ons zeggen. Dus gemiddelde 6, standaardafwijking 2. Ja. En inderdaad, waarom kan je het perfect doen zonder rekentoestel? Ja, natuurlijk omdat je een score hebt van 8 en die 8 is één standaardafwijking boven je gemiddelde. Dus dat is handig. Ja, dat lukt perfect. Klas B is wel wat straffer, hè? Het ziet er zo uit. Zie je dat? Dat is ook een normale kromme, maar die ziet er helemaal anders uit. Die is veel spitser. Dat gemiddelde ligt anders om te beginnen. Ja? Standaardafwijking is veel kleiner. Zie je? En wat er nu interessant is, is dat je bijvoorbeeld zegt van, ik ga ze er allebei op één grafiek zetten. En dan ga je het goed zien. Dus samen op één grafiek. Dat is juist het idee van dat normaliseren, hè? Dat je ze op die manier gaat kunnen met elkaar vergelijken. Dus ik doe dat, ik plak die gewoon op één grafiek. En wat duid ik op die grafiek aan? Ik duid die score aan van die 8 op 10. Oké, en nu moeten we gewoon een keer gaan rekenen. Als je kijkt, eerst en vooral, je kan het op zich doen. Op basis van dat regeltje, die 68,9599,7%, kan je het eigenlijk gewoon gaan berekenen. Nu, Cas, je moet het dan wel juist doen, want het was niet helemaal juist, denk ik, wat je gedaan had. Als je kijkt naar de blauwe score en je kijkt naar de zwarte klas, dus de klas A, dan is die score van 8 op 10 niet zo uitzonderlijk. Want bij de hoeveel procent beste zit hij? Cas, je zei 32, maar dat is niet juist. Bij de hoeveel procent beste zit hij dan? Na deze oefening gaan we pauzeren trouwens. Geen 32, maar wel 16, de helft. Ja, de helft, hè. Want weet je nog, als je één standaardafwijking afwijkt, dan ga je 68% overdekken. Dan schiet er 32% over, dat betekent 16% in elke staart. Zo moet je redeneren. Dus inderdaad, die score van 8 op 10 in klas A, dat is eigenlijk een score die hoort bij de 16%, de minimumscore die de 16% beste halen. Dat is goed, maar dat is niet zo uitzonderlijk. Nu, als je kijkt naar diezelfde score binnen de rode klas, dan zie je op de tekening meteen op zich dat die oppervlakte onder die rode, kijk, vergelijk die oppervlakte, de oppervlakte onder de zwarte, die is relatief groot. De oppervlakte onder de rode, ik zie die bijna niet liggen. Waarom zie ik die bijna niet liggen? Ja, uiteraard omdat ik maar liefst 3 standaardafwijkingen ver ben gegaan. 3 standaardafwijkingen. Maar dat betekent, als je 3 standaardafwijkingen ver gaat, dan overdek je 99,7%. Dan blijft er 0,3% over. Gedeeld door 2. Ja. Dus dan heb je een score die echt fantastisch is. Want dan zit je echt gigantisch bij de top van de klas. Snap je dat? Dat is wel belangrijk om mee te geven, denk ik. Oké. Zo kan je het berekenen. Gewoon puur op zicht, op basis van oppervlaktes. Wat je natuurlijk ook kunt doen, is die z-score gebruiken.
En dat is ook handig hoor. Kijk, wat ga ik doen? Ik ga gewoon kijken hoeveel standaardafwijkingen wordt er afgeweken ten opzichte van het gemiddelde. Voor Jeroen is dat 8 min 6 gedeeld door 2. Dat is de z-score van Jeroen. De z-score van Jeroen is 1. Hij zet 1 standaardafwijking boven het gemiddelde. Juist, hè? Wisten we al. Hè? De z-score van Dieter, hoeveel is die? Ja, die is 3 uiteraard. Hè. De z-score van Dieter is 3. 8 min 6,5 gedeeld door een halfje. Dat is inderdaad gelijk aan 3. Hoe hoger uw z-score, hoe uitzonderlijker uw resultaat. Hè. Want hoe groter uw afwijking ten opzichte van het gemiddelde. Zo simpel is het. Hè. En zo kan je het uitleggen. Dus in dat geval is Dieter de winnaar. Dus je kunt dat op heel veel verschillende manieren uitleggen. Hè. Ofwel doe dat maar oppervlaktes, aan de hand van dat 68,5999,7 regeltje. Ofwel zeg je, ik ga mijn z-scores berekenen. En hoe hoger de z-score, hoe uitzonderlijk het resultaat. Dat mag ook. Hè. Dat is allebei juist. Duidelijk, tekeningen ook duidelijk. Ja, de meerwaarde van die z-scores, de meerwaarde van die grafiekjes te maken, dat vind ik belangrijk. Dat je gaat leren van schetsjes te maken en na te denken. Van hoe zit dat hier in elkaar? En wat is er uitzonderlijk ten opzichte van wat? En dergelijke meer. En kijken naar oppervlakte. Altijd hetzelfde. Kansberekening is in dit geval oppervlakte onder de kom. Meneer? Ja, er is een vraag. Maar kan dat wel als je gemiddelde 6 is en je standaardafwijking 2... Als je dan 3 standaardafwijkingen optelt, dan zit je in 12 op 10. Nee. Je zit in de verkeerde klas. Je zit in de verkeerde klas. Dus bij klas A is je standaardafwijking 1. Ah ja, je bedoelt. Ja, oké. Okay. Denk dat ik weet wat je bedoelt. Je bedoelt van, ja, als je gemiddelde 6 is en je telt 3 standaardafwijkingen bij, dan heb je een score die totaal niet meer realistisch is. Dat is wat je bedoelt, hè? Mm-hmm. Ja, maar dat is hetgeen dat ik zei in het begin van deze oefening. Van, dit is een model. De scores in klas A die zijn bij benadering normaal verdeeld. Dat is niet perfect normaal verdeeld, uiteraard niet, want dat is geen continue kansvariabele, om maar iets te zeggen. Dus het gevolg is, omdat dat een benadering is, Helena, bekom je natuurlijk resultaten die ook in de praktijk niet gaan kunnen. Dat is juist het idee van een model. Een model benadert de realiteit. Doordat je een benadering maakt van de realiteit, ga je ook stoten op dingen die niet kunnen. Dat is logisch. Waarom? Omdat dat geen 100% dekking geeft. Snap je? Ja. We gaan even zien, hè. Kijk, bijvoorbeeld. Ik heb daar 2 vragen opgenomen in uw cursus. Je gaat dat zien. 2 vragen van toelatingsexamen. En die zijn wel mooi en die zijn wel belangrijk, vind ik. Nu, een paar dingen die hier opvallen. Dit is de vraag 7. Ja, wat daar eerst en vooral opvalt, is dat ze blijkbaar, ja, ik vermoed dat ze dat dit jaar opnieuw gaan doen, bij toelatingsexamen, geven ze u dat regeltje cadeau. Dus dat 68,5999,7% vuistregeltje krijg je dat erbij. Ik ga dat niet doen. Hè. Dus we hebben afgesproken van je moet die getallen kennen. Dus die 68,5999,7 moet je gewoon kennen. Dus dat regeltje dat daar door mij gehighlight is, hè, gefluoriseerd is, dat gaat er bij mij niet bij staan. Dus je moet er wel, ik ga er wel vanuit dat je dat gewoon kent. Eigenlijk is dat zo basic. Maar blijkbaar nemen ze op die toelatingsexamens geen risico en zijn ze van kom, we gaan het erbij geven. Ja. Oké, dan, dus wat is de vraag? Het is een meerkeuzevraag uiteraard. Dus we hebben 2 normaal verdeelde variabelen, ja, namelijk x1 en x2, en de grafieken die staan daaronder. Ja. Nu, wat stellen we vast? In de eerste heeft een gemiddelde 10 standaardafwijking 4. x2 is ook normaal verdeeld met gemiddelde 11 standaardafwijking 3. Ja, en dan zijn er 2 snijpunten. En die 2 snijpunten die zijn aangeduid, die x-coördinaten die zijn 8,44 en 16,13. Oké. Okay. 1 van de 4 uitspraken is vals. En dus dat betekent dat 3 van de 4 correct zijn. Oké. Okay. Probeer ik het te zien. Ik beweer dat het eigenlijk niet zo moeilijk is om te zien wat er vals is. Als je het goed begrepen hebt, dan ga je dat vrij snel zien. Als je dat niet direct ziet, dan kan je natuurlijk ook gaan zeggen dat er zeker juist is. Dat is ook een optie. Hè? Wie zou feedback kunnen geven?
Zien we ergens een uitspraak die juist is? Of, ja, zie je meteen welke uitspraak vals is? Want je kan in principe de uitspraak die vals is er heel snel uithalen. B, Maarten, is dat dan juist of is dat dan vals? Is B een uitspraak die juist is of vals? Jij beweert vals, dat is niet juist. Die uitspraak is juist. Laat ons verklaren waarom die uitspraak juist is. Ja, dat is niet zo moeilijk, want ik kan gewoon die percentages berekenen. Denk ik na, wie probeert? We gaan een keer focussen op uitspraak B. Hè? Wat is de kans dat x1 groter is dan 14? Denk na. Wat is de kans dat x1 groter is dan 14? Je kan dat gewoon zeggen. Waarom kan je dat gewoon zeggen? Je hebt geen rekentoestel, hè, voor alle duidelijkheid. Geen rekentoestel, hè, bij dit soort vragen. Toch even benadrukken, hè, mensen. Hier heb je geen rekentoestel. Waarom is de kans dat x1 groter is dan 14 zo makkelijk te berekenen? Hoeveel is die kans, met andere woorden? 32 is niet juist. Maar je zit wel in de buurt, hoor. Helena, je maakt de klassieke fout. Die fout is al gemaakt, deze les. Fout is al gemaakt. 16, hè. Ja, waarom? Omdat je één standaardafwijking afwijkt. Ja. Misschien in het algemeen. Kijk, ik heb dat een keer gedaan voor x1. Dit is best wel handig om te onthouden. Hetgeen dat ik daar nu teken, hè. DS-fout, daar gaan we het zo over hebben, Cas. Dit vind ik handig. Kijk, je hebt dus dat regeltje, die 68, 95, 99,7. Ja, als je dat een beetje anders vertaalt, heb je dus eigenlijk dit. Ja, dit is eigenlijk de symmetrie die erin zit. Die 68 is 2 keer 34. Ja. Als je een keer nadenkt, die 95, dat betekent dat dus tussen 68 en 95 zit er 27. 27 gedeeld door 2 is 13,5. Dus daar zit 13,5 en daar ook. Juist, hè? 99,7, tussen 95 en 99,7 zit 2,7%. Sorry, 4,7%. Dat betekent dat er 2,35%, dat is voor jullie nauwelijks leesbaar, vermoed ik, maar goed, hier staat er 2,35%, zit in dat stukje hier. Zowel links als rechts. En 99,7%, dan heb je 0,3% over, dus dat wil zeggen dat er 0,15% helemaal in die staart zit. Ja, dus eigenlijk, allez, je hebt die 68, 95, 99, 7, maar dat heeft als gevolg dat je ook dit hebt, hè, dat je van elk stukje in uw kromme kunt gaan zeggen hoeveel procent van de data daar zit. Ik leer dat niet van buiten zoiets. Ik onthoud gewoon die 68,95,99,7. Maar ik kan wel die tekening maken. En dat is nu wel handig. Want wat zie je bijvoorbeeld voor x1? Ik kan een keer die 14 aanduiden. Ja. Wat heb ik eerst aangeduid? Dit is niet de 14, voor alle duidelijkheid. Dat is die t. Die 16,33. Die heb ik ook nodig, uiteraard. Maar die 14, die ligt daar. Snap je? Maar dat wil zeggen dat de kans dat x1 groter is dan 14, ja, die is gewoon 16%. Ja, 68, 32 over, maar het is de rechterkant, dus 16. Nu, de kans dat x2 groter is dan 14, is dat ook. Die is dat ook. Waarom? Omdat uw gemiddelde 11 is en uw standaardafwijking 3. En 11 plus 3 is ook 14. 10 plus 4 is 14, maar 11 plus 3 is ook 14. Dus je zit even ver. Ja, je hebt eenzelfde percentage dat na die 14 gaat komen. Maar je zit in standaardafwijking ver ten opzichte van je gemiddelde. Snap je? Ja, dus op die manier heb je eigenlijk vrij snel... Ja, trouwens, daar ligt de 6 uiteraard dan, hè, als het over x1 gaat. Maar dus deze kansen bijvoorbeeld, bij B en C, die kan ik gewoon gaan berekenen. De kans dat x1 groter is dan 14, de kans dat x1 kleiner is dan 6, ja, dat is gewoon 16%. Ja. De kans dat x2 groter is dan 14, dat is 16%. Dus uitspraak B is juist. En uitspraak C bijvoorbeeld, ja, die is ook juist, hè? Want 16% is natuurlijk kleiner dan 17%. Dat klopt. En de kans dat x2 groter is dan 17, wie kan die berekenen? Hoeveel is de kans dat x2 groter is dan 17? Goed nadenken hier. Kijk goed naar uw gegevens. Het gaat over de normaal verdeelde variabele x2. Gemiddelde is 11, standaardafwijking is 3.
Hoe groot is dan de kans dat x2 minstens 17 is? ~2,5%, prima Cas. Die is 2,5% en 2,5% is natuurlijk kleiner dan 3%. Dus zo zie ik, BNC zei juist, dankzij mijn regeltjes. Snap je? Oké, het gaat nou tussen A en D. Cas, jij beweerde D is fout. Waarom? Ja, kans is oppervlakte onder de grafiek. En dat is genoeg, hè? Ja, dat is genoeg. Maar kijk maar een keer goed. Die is inderdaad fout. We gaan even inzoomen. Voilà, ziet er zo uit, hè? En die oppervlaktes zijn niet gelijk. Dat is het, hè? Dat is genoeg, hè? Zit daar een rood stukje? Zie je dat rood stukje? Ja, waarbij dat zou niet mogen, hè? Als je beweert dat die kansen gelijk zijn vanaf t voor de beide verdelingen, dan moeten die oppervlaktes onder die kromme exact gelijk zijn. Maar dat kan niet, hè? Dat rood stuk zorgt ervoor dat die oppervlaktes uiteraard niet aan elkaar gelijk zijn. Dat is eigenlijk een vraag waarbij je heel snel het juiste alternatief kunt aanduiden. Maar, wil je er meer tijd in steken, dan kan je elk van de anderen bevestigd zien. Hè? Het is een goede oefening voor thuis om proberen te ontdekken waarom bijvoorbeeld A ook juist is. Dat is, eigenlijk staat erop, hè, want uw t, ik heb die een keer aangeduid, voor x1 ligt t daar. En dus de kans dat x1 groter is dan t, die is kleiner dan 16%. Hè? Ah, ja, tuurlijk. Want eigenlijk vanaf 14 is de kans 16%, maar t is gelijk aan 16,13. Dus is die kans natuurlijk kleiner dan 16%. Uiteraard. Zie je dat? Dat is wel mooi, hè? Dat zijn mooie vragen. Hè? Dat vind ik mooi, dat moet je zeker kunnen. Hè? In deze context zit goed in elkaar. Is het duidelijk dat dat werkt? Ja, ik denk dat wel, hè? Zo moet het lukken. Oké, we hebben nog eentje over op normale verdeling. En dat is oefening 8. En daar bestaat er een filmpje van. Dus ik stel voor dat we daar... Enfin, de commentaar gaan jullie nu niet horen van dat filmpje. Maar die kan je dan zelf bekijken. Ik heb dat ooit een keer gemaakt, dat filmpje. Dat is een heel goed filmpje. Maar ik sta wel voor dat we het samen een keer gaan bekijken. Want het is wel een belangrijke oefening. En ik zal dan wel de commentaar rechtstreeks verzorgen. Daar komt het op neer. Gaan we een keer kijken. Dus dat gaat over deze vraag. Dus toch ook een mooie toepassing, vind ik dit. Nog iets groter proberen te maken. Voilà. Dus we gaan een keer kijken. Laatste oefening over normale verdeling. Dus opnieuw, wat valt erop? Het is weer een vraag van toelatingsexamen. Dus ik zie daar opnieuw dat regeltje. Hè. Zoals ik al zei, dat krijg je bij mij niet bij. Het gaat over het IQ van een bepaalde bevolkingsgroep, normaal verdeeld. En er zijn een aantal gegevens. Van deze groep heeft 16% een IQ van minder dan 95. 2,5% haalt een IQ van hoger naar 125. We gaan twee mensen lukraak kiezen uit die bevolkingsgroep. Wat is dan de kans dat minstens één van beiden een IQ heeft dat hoger is dan 115? Nou, wat valt daar dan op? Eerst en vooral, ik zie daar een aantal getallen staan die mij als muziek in de oren klinken. 16%. Weet je nog, we hebben dat getal al constant tegengekomen. 68%, 32 schiet over, 32 gedeeld door 2. Ook 2,5% is een getal dat we kunnen herkennen. Weet je nog, 95% overdekking, 5% schiet over, gedeeld door 2, 2,5 in elke staart. Dus met andere woorden, je zal, als je die vraag goed leest, eerst en vooral moeten op zoek gaan naar die normale verdeling. Ja, we willen die normale verdeling beter kennen. Nu, waardoor is een normale verdeling gekend? Een normale verdeling is gekend door gemiddelde en standaardafwijking. Dus wat ga ik in eerste instantie moeten doen? Ik ga moeten op zoek gaan naar het gemiddelde en de standaardafwijking. Laat ons dat een keer gaan doen. Hè. Dus wat heb ik gedaan? Ik ga een tekening maken, vermoed ik. Ja, we zullen hier een klein beetje skippen in het verhaal. Voilà. Deze tekening die kennen we al. Hè. Ik had u gezegd van dat een heel belangrijke figuur is. Ja, dus wat zien we daar? We zien centraal die 68% liggen. Ja, dus dat betekent dat ik in elke staart 16% overhoudt. Ja. En nu moet ik je goed gaan lezen. Ja, er staat dat van deze groep 16% een IQ heeft van minder dan 95. Oké. Okay. Dus dat betekent natuurlijk een IQ minder dan 95. Als ik nu weet dat er 16% in die staart hier zit, één standaardafwijking afwijken, dan betekent dat ik die 95 perfect op mijn grafiek kan gaan zetten. Hè. En dat is wat ik eerst en vooral ga doen. Dus ik ga die 95 erop gaan zetten. En als je dan goed de opgave gelezen hebt, dan zal je zien dat die 95 daar moet terechtkomen. Snap je? Want 16% heeft een IQ-waarde lager dan deze 95. In deze staart zit exact die 16%. Nu, op dezelfde manier, 2,5% heeft een IQ van hoger dan 125. Dus ik weet, als ik twee standaardafwijkingen ver ga,
dan heb ik 95% overdekt. Dus dan weet ik ook dat er in elke staart 2,5 zit. Twee standaardafwijkingen ver, 2,5. Dus dat betekent dat ik ook die 125, dat ik die exact op mijn tekening kan gaan plaatsen. Hè. Die 125, die moet twee standaardafwijkingen ver op deze plaats komen. Dus dat betekent dat die hier terechtkomt, voilà, op deze plaats. Zie je? Dus dat is eigenlijk de eerste kunst, ja, laat ons zeggen, het eerste doel van deze oefening. Dat is dat je op een duidelijke manier gaat proberen te zien van waar komen die getalletjes terecht. Nu, eens dat je dit weet, kun je een staalseltje opstellen. Ja, dus het is wel een mooie oefening, hè, omdat je hier nu kunt zeggen van, als ik nu ga kijken, dan kan ik hier een staalsel gaan uithalen. Namelijk, ik vind dat enerzijds, hier staat het staalseltje, mu min sigma. Ja, uw gemiddelde min sigma is 95 en uw gemiddelde plus 2 keer sigma is 125. Dus je krijgt een eenvoudig staalsel waaruit je mu en sigma kan berekenen. Ja, je kunt dat een keer doen. Dat gaat zeer eenvoudig, denk ik. Iemand die een voorstel heeft voor de waarde van mu en sigma, toevallig. Misschien moet je even je microfoon gebruiken, want ik ga... Nou, dat ga ik toch kunnen meelezen, denk ik. Ja, dat gaat lukken. Iemand die een voorstel heeft voor de waarde van mu en sigma, als je dat even uitrekent... Er is een voorstel, eventjes kijken. 10 en 105. 105 min 10 en 105 plus 20. Dat lijkt mij correct, hè? Ja, zeer goed. Dus we lossen dat staalsel op. We vinden inderdaad de waarden 10 en 105. Oké, dus dat is gelukt. Dus heel mijn normale kromme ligt vast. Dankzij mijn 68,95,99,7 regeltje. Dus dat is goed. Nu moet ik nog mijn kansprobleem gaan oplossen. Het is een mooie oefening, omdat we hier het verband gaan leggen met wat we geleerd hebben in het vorige hoofdstuk. Ik kies twee mensen lukraak uit die bevolking. Wat is de kans dat minstens één van beiden een IQ heeft hoger dan 115? Nu, waaraan doet die vraag mij denken? Minstens één van beiden heeft een IQ hoger dan 115. Binom CDF, hoor ik u zeggen. Pas op, hè, dat is voor binomiale verdelingen, Cas. Maar dat is geen binomiale verdeling, hè. Sorry, hè? Hier zijn we bezig met normale verdelingen. Hè? Ja, die minstens doet mij denken aan de complementregel. Dat heb ik toch voldoende benadrukt. De kans dat minstens 1. Dus laten we dat oplossen met de complementregel. Dat gaat veel sneller gaan. Maar als je dat niet doet met de complementregel, dan is dat best wel moeilijker. Want denk daar een keer over na. Als je de complementregel niet gebruikt, minstens 1 van beiden heeft een IQ hoger dan 115. Dat wil zeggen, de eerste heeft een IQ hoger dan 115. En de tweede niet. Of de eerste heeft een IQ dat lager is dan 115 en de tweede heeft een IQ dat hoger is dan 115. Of ze hebben allebei een IQ dat hoger is dan 115. Dus als je het doet zonder complementregel, moet je drie berekeningen gaan doen. Pas die complementregel toe. Dan wordt dat veel makkelijker. Wie doet dat? Waaraan is de kans gelijk dat we minstens één van beiden een IQ heeft hoger dan 115? Dat is 1 min de kans dat... Complementregel, kennen we goed. De kans dat minstens 1 van beide een IQ heeft hoger dan 115, is 1 min de kans dat niemand, dus met andere woorden dat ze... Zeg het een keer anders. Dat niemand een IQ heeft hoger dan 115. Zeg dat een keer anders, op een andere manier, die ook juist is. Zijn maar 2. Hoe zeg je 1 min de kans dat niemand een IQ heeft hoger dan 115? Op een eenvoudigere manier, vind ik. Dus hoe zeg je geen enkele van de twee heeft een IQ hoger dan 115 op een eenvoudigere manier? Ja, zeer goed, Helena. Dat is 1 min de kans dat beiden een IQ hebben dat lager is dan 115. Snap je? Dus complementregel. Dus dat zit ook in die oefening. Dat is wel mooi, hè? Dus je moet eerst je gemiddelde standaardafwijking berekenen. Nu gaan we naar onze complementregel toepassen. Wat is het voorbeeld van die complementregel? Ik moet maar 1 berekening doen. Als je die complementregel niet had toegepast, moest je er 3 gaan doen, hè? Herinner u, hè? Want de eerste hoger, de tweede niet. Of de eerste lager, de tweede hoger. Of allebei hoger. Dat is meer werk. Dus opnieuw, die complementregel, zeer interessant. Oké, dan moet je nog 1 ding oplossen. Hè. Wat is de kans dat ze beiden een IQ hebben kleiner dan 115?
Hoe doe je dat? Kijk naar uw tekening. Dus de eerste heeft een IQ kleiner dan 115 en de smal. De tweede heeft een IQ kleiner dan 115. Ja, zeer goed, Cas. Zeer mooi. Dat is 0,84 in het kwadraat. Dat klopt, hè? Want kijk maar naar je tekening. Waar vind je die 115 terug? We gaan even bladeren in de oplossing. Daar is ze. Die 115 die staat hier. Ja. Weet je nog, die 115 die liet 16% rechts liggen. Dus dat wil zeggen, ik ben geïnteresseerd in wat er dan links ligt. Nu, als er 16% rechts ligt, ligt er links 84%. En dat wil ik. Dus de kans dat iemand een IQ heeft lager dan 115, die is wel degelijk 84%. Maar je hebt twee personen, hè? Dus de eerste en de tweede. Dus 1 min 0,84% in het kwadraat. 0,84 in het kwadraat. En dat blijkt 29,44% te zijn. Dus dat betekent dat antwoord D juist is.